In deze video gaan we weer een eindexamenopgave bekijken en het is de opgave der Pariser kanonen. Die komt uit het tweede tijdvak van 2019. En deze opgave gaat heel erg over beweging, kracht en energie. Dat is dus domein C. En omdat je ook met modelleren aan de gang gaat, valt het ook onder domein H. Deze opgave is vrij lang, dus deze video zal ook best wel lang duren. Wil je nu een heel specifieke antwoord zoeken op een van de vragen van de Pariser kanonen? Kijk dan eventjes bij uh, het begeleidende tekstje onderaan deze video, want dan kun je direct doorklikken naar de vraag waarin je geïnteresseerd bent. Maar ik begin gewoon bij vraag 1. En deze hele opgave gaat over een speciaal kanon dat door uh, het Duitse leger is gebouwd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. En met het kanon waren ze in staat om granaten over een afstand van 120 kilometer weg te schieten. En zo konden ze van achter, hun, van achter het front vanuit hun eigen linies Parijs bestoken. Nou, we gaan in deze opgave gaan we eens kijken hoe dat dan in elkaar zit dat kanon. En hoe die baan er dan ook uitziet van die granaat. En als eerst krijgen we een hele rij gegevens over het kanon. Um, dan moeten we straks niet vergeten dat we dit hebben gekregen, want dit gaan we zeker bij een aantal van de vragen nodig hebben. We gaan eens kijken naar vraag 1. En vraag 1 uh, is eigenlijk vrij simpel. De vraag is hoe lang is de loop? En wij krijgen daarbij een grafiek waarin staat uitgezet hoe de snelheid van de granaat verloopt in de loop van de tijd in de loop. Dus in de eerste 0,04 seconden zit die granaat nog in de loop. Daarna schiet hij het kanon uit en begint hij aan zijn vlucht. Wat we dus willen bepalen is de afgelegde weg van de granaat. En we hebben een VT-diagram. En dan is het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld wanneer je jezelf uh, uh, kunt herinneren aan het feit dat de afgelegde weg delta x. De verplaatsing delta x. Nou ja, het kanon is recht. Dus dan is de afgelegde weg gelijk aan de verplaatsing. Delta x is gelijk aan het oppervlak onder het VT-diagram. Oppervlak onder de vt grafieklijn Nou, als we hier nou kijken, dan zien we dat dit natuurlijk een beetje onhandige lijn is. Het is niet mooi recht. Dus we moeten hier toch gaan benaderen. We gaan het oppervlak onder die zwarte lijn gaan we benaderen door een. Uh, ik heb gekozen voor een rechthoek. Je zou hier ook een driehoek kunnen kiezen, maar ik heb gekozen voor een rechthoek. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dit rechthoek heeft ongeveer even groot oppervlak als het gebied onder de zwarte lijn. Want waar kijk ik nu naar? Ik kijk naar twee gebieden, en dat is het gebied wat ik nu extra meeneem in mijn rechthoek, maar die niet onder de zwarte lijn ligt. En het gebied wat ik nu niet meeneem onder de zwarte lijn, omdat het boven de rechthoek ligt. En ik ga nu op het oog kijken. En ik vind dat die twee gebieden nu ongeveer even groot zijn. Dus ik trek hier mijn uh, rechthoek. En ik ga nu het oppervlak van de rechthoek bepalen. En als ik dat doe, dan kom ik uit op een waarde van 34 meter. Nou, dat is best wel geloofwaardig. Als je nog het uh, fotootje terugkijkt die we net hebben bekeken. Dat was een vrij lange loop. Dus 34 meter is best wel eh, aannemelijk. En het is ook het goede antwoord, natuurlijk. Vraag 2. Bij vraag 2 wordt gevraagd om de massa van de granaat te bepalen uit de meetwaarde. En we krijgen hier ook de tip om twee grafieken te gaan gebruiken. De ene grafiek is het VT-diagram, wat we net al hebben gebruikt. En het andere is een FT-diagram. De kracht. Die op de granaat werkt gedurende die eerste 400ste seconde dat die granaat in de loop zit. En wat je mooi kunt zien is dat er uh, in het FT-diagram een maximum is bij 0,01 seconde. En in de vraag wordt er ook naar verwezen: ga nu de massa van de granaat bepalen door te kijken op 0,01 seconde. Ja, hier hebben we natuurlijk ook een, uh, een wet nodig, en dat is uh, de tweede wet van Newton. Die ik al meteen even heb omgezet. En dan krijg ik dat de massa van de granaat gelijk moet zijn aan de kracht die op de granaat werkt, gedeeld door de versnelling waarmee de granaat beweegt. En ik ga dat dus doen op het tijdstip 0,01 seconde. Dan is het bepalen van die kracht natuurlijk niet zo moeilijk, want die kan ik gewoon aflezen. Ik heb het hier uh, geel gemarkeerd. En dan krijg ik een waarde van 6,6 uh, x 10 tot 6 N. Maar hoe kan ik nou de versnelling achterhalen op 0,01 seconde? Nou, dan ga ik weer terug naar mijn VT-diagram. En dan ga ik een ander handigheidje gebruiken van zo'n VT-diagram. Want de versnelling in de VT-diagram zal altijd gelijk zijn aan de uh, stijlheid van de raaklijn. En ik wil hem hier weten op 0,01 seconde. Dus ik ga op 0,01 seconde zo goed mogelijk een raaklijn tekenen. Dat is hier de rode lijn. Ik teken hem lekker groot. Ik maak er een driehoek van zodat ik uh, de delta x en de delta y kan aflezen. En dan kan ik de stijlheid of de richtingscoëfficiënt van die raaklijn bepalen. En dan heb ik A. Nou, dan uh, ben ik er eigenlijk. Qua aanpak ben ik er. Ik moet alleen nog even uitvoeren. Dat gaan we nu even doen. Nou, die uh, resulterende kracht had ik al afgelezen: 6,6 x 10 tot 6 Newton. Die A, daar moet ik iets meer moeite voor doen. Ik heb mijn raaklijn getekend, ik heb een driehoek gemaakt, ik lees af hoe groot de hoogte is, ik lees af hoe groot de breedte is, en als ik die op elkaar deel, dan krijg ik de versnelling, die is 5,9 maal 10 tot en met 4 meter per seconde in het kwadraat. Nou, dan hoef ik nog maar één ding te doen, die twee waarden op elkaar delen, en dan krijg ik de massa. En als ik dat doe, dan krijg ik er een massa uit van 112 kilogram. Nu was in de vraag uh, werd er nog één ding gevraagd om aan te tonen dat uh, de waarde die ik hier heb gevonden minder dan 10% afwijkt van de waarde in de tabel. Nou, in de in het tabel staat een waarde voor uh, de massa van 106 kg. En 112 kg is minder dan 10%. Die 6 kg zit ik er vanaf. En die 6 kg is minder dan 10% van 106 kg. Dus ik heb het goed gedaan. Nou ja, als jij dat zelf doet, is de kans heel groot dat je net op een andere waarde komt, omdat je die uh, raaklijn net anders tekent. Zolang je maar binnen die 10% marge zit, zit je eigenlijk in principe goed. Vraag 3: Vraag 3 uh, uh, is als volgt: Bepaal het rendement van het afschieten van uh, die granaat. En voordat we gaan rekenen, ga ik eerst eventjes voor mezelf een schetsje maken van de situatie. Bij rendement heb je altijd te maken met de apparaat. Hier is het apparaat een beetje afwijkend, maar dat is dat kanon. Daar gaat energie in, in de vorm van chemische energie. Ik stop er buskruid in en die buskruid die ontploft en daar komt chemische energie bij vrij. En die chemische energie die wordt omgezet in twee energievormen. De nuttige energievorm voor het kanon en dat is de kinetische energie die wordt meegegeven aan de granaat. En er komt natuurlijk ook heel veel warmte vrij. Het rendement is nu niets anders dan E nuttig gedeeld door E in, oftewel voor het kanon de E kinetisch van de granaat gedeeld door de chemische energie die ik erin moet stoppen. Wat ik nu dus ga doen, is uh, allebei de energieën uitrekenen en vervolgens op elkaar delen. En ik heb alle gegevens uh, in, de, in, de, in de tekst gekregen uh, om ook allebei de energieën uit te rekenen. Nou, ik zal het laten zien, kijk maar mee. We gaan eerst de, de chemische energie uitrekenen. We kregen gegeven dat 1 kg buskruid uh, 3 x 10 tot macht 6 Joule energie bevat. Ik gebruik er 180 kilogram van. En dat wil zeggen dat als ik die granaat afschiet, dat er dan 5,4 x 10 tot macht 8 Joule energie in het systeem komt, als het ware. Van uh, al die energie wordt een gedeelte gebruikt om die granaat een snelheid mee te geven. En ik kan ook de kinetische energie van die granaat uitrekenen. Want ik weet dat op het moment dat die granaat uit de loop komt van het kanon. dat die dan een snelheid heeft van 1640 meter per seconde. De massa van de granaat is gegeven op uh, 106 kilogram. Nou, dan kan ik de kinetische energie vrij eenvoudig uitrekenen. Er komt 1,43 macht 8 joule uit. Nu moet ik nog maar één ding doen: die twee op elkaar delen. En ik krijg er een rendement uit van 0,26 oftewel 26%. Vanaf vraag 4 gaan we werken met een numeriek model. En voordat we vraag 4 uh, en verder gaan behandelen, wil ik toch heel even uh, stilstaan bij het model. Het is het model van uh, de vlucht uh, van uh, de granaat die uit dat kanon komt. En die granaat zal twee krachten ondervinden tijdens de vlucht. En de eerste kracht is natuurlijk de zwaartekracht, en die staat naar beneden. De tweede kracht is de wrijvingskracht, de luchtwrijvingskracht, en die staat precies in de tegenovergestelde richting als dat de granaat beweegt. Wat we dadelijk zullen zien in het model, dat het model uh, werkt met uh, twee richtingen, een x-richting en een y-richting. En daarom ook dat we die luchtwrijvingskracht gaan ontbinden. In de luchtvrijverskracht in de x-richting en de luchtvrijverskracht in de y-richting. Nou, hier komt het model. Het is een vrij lastig, uitgebreid, lang model, maar gelukkig krijg je er ook wat tekst uh, in, waarmee je jezelf ook door het model kunt leiden. Um, en dat gaan we nu ook even snel doen. We zien in de eerste twee regels dat er eerst de snelheid wordt uitgerekend van uh, de granaat, door uh, met Pythagoras. De snelheid in de x-richting en de snelheid in de y-richting te combineren. En we gaan er vervolgens uitrekenen hoe groot dan die luchtwrijvingskracht is. die de granaat ondervindt. Daarvoor gaan we een vrij bekende formule gebruiken van luchtwrijvingskracht. En daarvoor heb je dus ook die v nodig, die totale snelheid v. Nou, wat het model daarna gaat doen, is uitsplitsen in de x- en de y-richting wat er nou precies gebeurt. En in de x-richting. Zal er een wrijvingskracht werken? Kijk ook maar naar het plaatje, die staat naar links. En uh, die wrijvingskracht kunnen we uitrekenen. Die wordt fx genoemd. Die moet natuurlijk wel negatief zijn, want uh, die wrijvingskracht staat uh, in tegengestelde richting uh, van de, uh, de verplaatsing. En we hebben eigenlijk, zonder dat het benoemd is, maar we hebben eigenlijk aangenomen dat naar rechts in ons model, dat het de positieve richting is in de x-as. Uh, en hetzelfde dat naar boven. De positieve richting is voor de i-as. Nou, wat we daarna gaan doen is, uh, zal je misschien bekend voorkomen. Als je de kracht weet, dan kun je de versnelling uitrekenen. En als je de versnelling weet, dan kun je de verandering in de snelheid en als tot slot de verandering in de plaats uitrekenen. In de i-richting ziet het er ongeveer hetzelfde uit. Alleen zien we dat daar een, een open uh, gelaten regeltje is. Dat is uh, een van de uh, drie vragen bij uh, vraag 4 gaan we daar naar kijken. En we hebben ook een stopconditie. En daar gaan we mee beginnen. Want de stopconditie is eigenlijk het makkelijkste. We willen de beweging van de granaat uh, door de lucht uh, willen we, uh, gaan modelleren. Ja, die beweging stopt natuurlijk op het moment dat de granaat de grond raakt. Dus de stopconditie, die zal worden dat het model mag stoppen als de eiwaarde kleiner wordt dan 0. Je mag het natuurlijk ook opschrijven kleiner of gelijk dan 0, maar pas op, schrijf niet op dat hij moet stoppen als de eiwaarde gelijk moet zijn als, eh, dan 0. Belangrijk om je wel te weten is dat je hier niet per se de modeltaal hoeft te gebruiken, je mag het ook gewoon in woorden uitleggen en dat wordt ook goed gerekend. Dat is het eerste deelvraagje van vraag 4. En de tweede deelvraag gaat over het andere opengelaten gebiedje. Dat is namelijk die FI-regel. Daar moet nog iets ingevuld worden. We moeten die regel aanvullen. En als we kijken naar ons schetsje, dan zien we ook al vrij snel wat we nog missen. We hebben de zwaartekracht FZ nog niet in ons model gezet. Dus we moeten die zwaartekracht hier nog gaan invullen. Er zit alleen één klein alletje onder het gras. Moet die zwaartekracht worden ingevuld of de min zwaartekracht? En om dat uh, te kunnen achterhalen, moeten we ook even gaan kijken naar uh, de startwaarden die bij het model horen. En die zien er zo uit. En dan zien we al meteen dat uh, die zwaartekracht, omdat die ook niet verandert gedurende de vlucht, die wordt als startwaarde uitgerekend en die is gelijk aan de massa mal g. En dan moeten we even goed kijken en dan zien we dat g als een positief getal staat weergegeven. Dus dat getalletje fz, dat zal altijd een positieve waarde hebben. Maar we weten natuurlijk ook dat fz naar beneden staat. Dat wij in ons model naar boven positief hebben genoemd. Dus we moeten wel echt min fz invullen. Anders gaat het model niet goed. Dus uh, de regel die je moet invullen is fi is min fz min f wrijving in de eindrichting. Dan hebben we nog een uh, derde deelvraag bij vraag 4. En dat is. Om uh, uit te rekenen hoe groot de startwaarde moet zijn van A. En dan is het natuurlijk handig dat je weet wat die A uh, inhoudt. En die A staat in de formule van luchtwrijving. En die A die is wat wij dan het frontaal oppervlak noemen. Ja, wat uh, is dat heel simpel uitgelegd? Stel die granaat die komt op jou afgevlogen. Uh, dan zie jij die granaat in de vorm van een cirkel. En het oppervlak van, het, van die cirkel, dat is ons frontaal oppervlak. En daarvoor hebben we natuurlijk de straal nodig van die cirkel. En die straal die is gegeven bij de uh, gegevens uh, vooraan de opgave, want er staat namelijk dat de diameter van de granaat 20 centimeter is. En dan is de straal, de helft daarvan, 10 centimeter. Die moet je natuurlijk in meters invullen, dan krijg je 0,10 meter. Ja, dan is het vrij eenvoudig oppervlak van de cirkel, pi r-kwadraat, en dan krijg je een waarde eruit van 3,1 mal min 2 vierkante meter. Nu hoef je die vierkante meter natuurlijk niet in te vullen in het model. Dus als jij zegt het antwoord uh, is een waarde van 0,031, dan is dat ook helemaal goed. Vraag 5. Bij vraag 5 hebben we uh, het model laten werken. Eigenlijk moet ik zeggen, uh, een leerling die Fabian heet, die heeft het model laten werken. En hij heeft er twee mooie grafiekjes uh, uitgehaald. Een uh, XT-diagram en een XI-diagram. En we krijgen ze allebei gegeven. En het is nu de vraag om een keuze te maken. En die ook te onderbouwen. Welke van die twee diagrammen, de linker of de rechter, het I-T-diagram is, uh, IT is. En dan moet je vooral eventjes logisch gaan nadenken. Je schiet een granaat naar boven. We kijken hier alleen uh, uh, in de ei-richting. Bij een IT-diagram kijk je alleen naar de snelheid en de verplaatsing in de ei-richting. Wat je altijd zult hebben, omdat je natuurlijk te maken hebt met luchtwrijving, is dat die granaat altijd met een kleinere snelheid terugkomt dan dat je hem wegschiet. Want gedurende de vlucht raakt hij gewoon energie kwijt in de vorm van warmte. We hebben weer een uh, IT-diagram. En uh, we willen iets van de snelheid zeggen, dus dan krijgen we weer te maken met een raaklijn. We moeten dus een grafiek hebben waarbij op Tijsup T is 0, de raaklijn steiler loopt dan op het einde van de grafiek, op het, op het moment dat de grafiek, uh, sorry, dat de, de grond raakt. En als je nu kijkt naar de beide grafieken, dan kom je tot de conclusie dat in de linker grafiek uh, dat, dat het geval is, dat dan uh, de stijlheid van de raaklijn aan het begin groter is. Dan aan het eind. En daaruit kun je dus concluderen dat het IT-diagram dat dat de linkerdiagram is en dat het rechte diagram het IX-diagram is. Vraag 6. Bij vraag 6 hoort ook nog een stukje extra tekst. Het model wordt uitgebreid, want Fabian krijgt een tip door een klasgenoot Emily. En Emily zegt, goh Fabian, je moet ook rekening houden met de luchtdichtheid. Die luchtdichtheid neemt af op grotere hoogtes. En als je weinig luchtdichtheid hebt, dan uh, zal uh, de granaat ook een, een minder luchtwrijving uh, ondervinden. En dan komt hij natuurlijk ook verder. Dus om je model te laten kloppen, moet je ook die luchtwrijving, de variatie in die luchtwrijving, in je model stoppen. Nou, Fabian heeft dat gedaan. Heeft vervolgens de granaat af laten uh, schieten. En heeft deze grafiek eruit gekregen als VT-grafiek. En we zien ook uh, op tijdstip T is 0, zien we ook die beginsnijd van 1640 meter per seconde, die zien we er ook in terug. We zien natuurlijk ook een dip, dan is het vrij logisch om uh, te bedenken dat op het laagste punt van het VT-diagram, dat dan uh, de granaat het hoogst is in zijn vlucht. De vraag is bij uh, de eerste deelvraag van vraag 6: waarom wordt V niet 0? En dat klinkt misschien als een hele um, logische vraag. Hij is, ook, hij is helemaal niet moeilijk. Als je hem doorhebt, is hij super makkelijk. Um, wat je tegen jezelf moet zeggen is het volgende: die V bestaat natuurlijk uit twee componenten. Zo werkt het model er, ook: een Vx-component en een Vi-component. Op het moment dat uh, de granaat op het hoogste punt is van zijn vlucht, dan zal zijn snelheid in de y-richting 0 zijn, maar in de x-richting niet. Die is groter dan 0. En, uh, want als die in de x-richting ook 0 zou zijn, dan komt die granaat natuurlijk geen meter verder. Dan zou die gewoon recht naar beneden vallen. En dat doet die granaat niet. Dus hij, hij, hij houdt altijd een snelheid over. En dat is de snelheid in de x-richting. En daarom dat uh, de totale v nooit 0 wordt. De tweede deelvraag gaat over uh, het stukje aan het einde. En uh, daar gebeurt namelijk iets geks. Die granaat is natuurlijk naar beneden aan het vallen, vanaf zijn hoogste punt terug naar, naar de aarde. Dan zijn we gewend dat de snelheid van die granaat alleen maar toe zal nemen, maar we zien op het einde iets gebeuren. Die snelheid neemt weer af, die granaat is weer af van het remmen. Kunnen we uitleggen waarom die granaat aan het einde van de vlucht af aan het remmen is, oftewel waarom V aan het einde van de vlucht weer afneemt? Uh, en dat uh, gaan we doen aan de hand van deze uh, formule. De wrijvingskracht, de luchtwrijvingskracht, is gelijk aan uh, een half ρ mal a maal cw mal v in het kwadraat. Nou, deze formule staat ook in het model. Um, maar we hebben het model aangepast. En we hebben eigenlijk wel een beetje apart model gekregen. We hebben een model gekregen waarbij de luchtwrijving hoger is als de granaat lager in de atmosfeer is. En wat doet die granaat? Die valt van hoog in de atmosfeer naar beneden toe. Dus die lucht, uh, sorry, de dichtheid, die zal toenemen. Wat we natuurlijk gewend zijn is dat die granaat met een eindsnelheid naar beneden valt, waarbij de wrijvingskracht precies even groot is als de zwaartekracht. Maar die granaat heeft hier eigenlijk als het ware een te hoge snelheid daarvoor. De wrijvingskracht is groter dan de zwaartekracht. En die wrijvingskracht staat natuurlijk uh, tegen uh, de, de richting van de snelheid in. En daardoor Gaat die granaat afremmen en zal de snelheid een stukje afnemen. Tot het moment natuurlijk dat de granaat op de grond komt. Maar dan stopt ook ons model. De laatste vraag van de Parijse kanonen gaat over een aanname die Fabian doet. Want hij heeft natuurlijk zijn model gemaakt om te kijken of die granaat ook echt 120 kilometer ver komt. En hij heeft het VT-diagram gepakt. En hij zegt nu het volgende. Ik ga uh, in het VT-diagram het oppervlak onder mijn grafieklijn bepalen. En uh, dan weet ik ook hoe ver die granaat gekomen is in de x-richting. Nu komt weer uh, klasgenoot Emily en Emily zegt, ja maar wacht eens even, volgens mij doe je iets verkeerd. En uh, je moet hier uitleggen bij vraag 7 wat Fabian verkeerd doet. En daarnaast moeten we ook uitleggen of Fabian nu een te grote of een te kleine waarde krijgt. Voor, de, voor die delta x die die wil bepalen. Ja, om die uh, vraag te beantwoorden, gaan we even kijken naar de situatie. Uh, als dit een uh, Ix-grafiek is van de vlucht van de granaat, ik zal dadelijk die vlucht erin tekenen. Dan wil Fabian dus eigenlijk bepalen hoeveel meter in de x-richting uh, die granaat gekomen is. Of dat inderdaad 120 kilometer uh, is. Maar die granaat. Die maakt zo'n vlucht. En wat we nu doen als we gaan kijken naar de snelheid, dan kijken we, gaan we niet bepalen hoe groot die delta x is, maar gaan we bepalen hoe lang die hele vlucht heeft geduurd. En dan zijn we aan het kijken naar de afgelegde weg, s. En wat je natuurlijk al meteen kunt zien in het plaatje, die afgelegde weg zal altijd groter zijn dan de delta x. Als Fabian uit de, uh, een VT-diagram. Het oppervlak wil bepalen en zo de verplaatsing wilt, wil bepalen, dan zal hij geen uh, VT-diagram moeten maken, maar een VX tegen de tijd-diagram. En ga je dan het oppervlak onder de grafieklijn bepalen, dan zul je wel de verplaatsing vinden.